Dit is Erik Hietbrink, de voorzitter van het college van bestuur van het Scheepvaart- en Transportcollege uit Rotterdam. Hij volgt alles wat er in Omaan gebeurt op de voet. Want 5 jaar geleden heeft de maritieme onderwijsinstelling daar een soortgelijke hbo-school opgezet. Dus er zijn 4 verschillende leerlijnen. 1 is voor stuurman, 2 is voor scheepswaterkundige, 3 is voor logistiek en 4 is voor de procesoperators. Allemaal op hbo-niveau zitten ongeveer 900 studenten op school. Het staatsbezoek van de koningin, dat door de onrust in Omaan moest worden uitgesteld, betekende veel voor de school. Het was gepland dat afgelopen zaterdag de inauguration of the building, dus de opening, officiële opening door de Omaanse overheid van het gebouw, omdat het gebouw is eigendom van de Omaanse overheid, dat zou gedaan worden. En dan op maandag zou de koningin een bezoek brengen om ter plekke ook eens te kijken, nou, hoe zitten dan al die nationaliteiten daar bij elkaar. Maar nu privé diner morgen, dus dat bezoek zit er niet aan te komen? Nee, voorlopig niet. Morgen gaat koningin Beatrix op persoonlijke titel naar Omaan. Het Scheepvaart- en Transportcollege kent de commotie die dat hier oplevert, maar begrijpt de keuze van de vorstin. Het in sommige culturen ook buitengewoon belangrijk wordt gevonden om daar toch gevolg aan te geven aan zoiets. En dan op dit laatste moment, want het is ook wel heel kort voor zo'n officieel moment, dat je dan wel 10 keer na moet denken om dat af te kappen en om te zeggen, nou en toch komen we niet. Nou heeft u natuurlijk mensen daar zitten. Komen er nu geluiden uit dat ze zeggen van, we begrijpen het niet helemaal dat de koningin toch komt, want dan lijkt het alsof ze bijvoorbeeld een partij kiest? Nee. Bereiken dat soort geluiden u? Nee, niets van dat, nee. Vandaag werd bekend dat het bezoek grote economische belangen zal hebben. Zo maakt de scheepsbouwer Dames Shipyards uit Gorinchem grote kans op de bouw van 4 nieuwe marineschepen. Gaat dame het worden, denkt u? Nou, probeer u mijn uitspraak te ontdekken. Ik heb geen idee. Ik zit niet aan onderhandelingstafels voor schepen. Dame is een grote bouwer en wereldwijd erg bekend. En bouwt allemaal fantastische schepen. En vooral in de niche-markt van specialistische schepen. Dus wie weet.